Wie junioren zegt, die zegt vooral Mathieu van der Poel. Dat is de wereldkampioen bij de junioren. En die heeft de voorbije maanden, zeg maar het voorbije seizoen, de rest gewoon overklast. Je moet natuurlijk wel met een paar Belgen rekening houden, zoals dat zijn Kleppe en Quinten Hermans, die het best van start gaat. Maar dat duurt niet lang. Van der Poel, die vroeg in de wedstrijd te val gekomen is, rolt daar Hermans op en begint dan aan een cavalier-seul. In de achtervolging Kleppe en Hermans en Martijn Budding. Budding, dat is de Nederlander die hier komt aansluiten, de man in wit-rood. Maar ja, er is dus gewoon niks aan te doen aan die jongste van Adrie van der Poel. Mathieu van der Poel wint zoals hij dat wil voor Quinten Hermans. Budding wordt derde, Nicolas Kleppe vierde. Dit is Budding. Jonas de Grote vijfde, Ben Voets zesde en Yannick Peters, de zoon van Wilfried, zevende. We gaan dan kijken naar de cross bij de belofte met Wietse Bosmans, de Belgische kampioen waar je veel van verwacht. Dit is een van die lastige punten waar renners vaak ten val komen omdat ze daar wegzakken. En dat gebeurt dus met Wietse Bosmans. Die maakt daar een schuiver. En dan komt hij nooit echt meer in zijn ritme. Hij zal vereindigen. Michael van Tournout, die vorig jaar won, die wil er snel vandoor. Krijgt daar het gezelschap van Maaike Teunissen. Teunissen die galant overneemt. En dan denk je, die twee gaan de wedstrijd daar al vroeg in een plooi leggen. Maar er komt de volk terug vanuit de achtergrond. Wout van Aert met ook Van Kessel en Van de Kinderen sluipen dichterbij. En ook Jens Adams, u zult dat zien, is in goede doen. Adams stuit zelfs door naar de top en krijgt na even alleen te crossen het gezelschap van zijn ploegmaat Michael van Tournout. Wel drie man in de achtervolging, de drie Telenets. Maar van Tournout, die hier vorig jaar won, weliswaar op de dag van het EK, toen had hij geen tegenstand, die heeft een heel goed stelbenen. Hier in de achtergrond de drie van Telenet. Die rollen nog wel in de finale Adams op. En dan gaat Van Aert, dat is een eerstejaars, die is op 15 september pas 18 geworden. Die wil nog naar voren en die gaat tweede worden. Maar Michael van Tournout die wint op glorieuze wijze. Hier Van Aert die derde is. Tweede is beter. Van Kessel derde. Jens Adams vierde. Van de Kinderen vijfde. Maak Teunissen zesde. En Toon Aerts zevende. Verwacht toch vandaag behoorlijk wat van deze wereldkampioen. Hier van Niels Albert. Je moet eens kijken ook naar de uitbouw van Nijs, hè. Dat lichaam, ik denk dat dat op zijn top is. Kijk, naar die bovenarmen. Dat heeft ook met die nieuwe trainingen die jij sinds vorig jaar doet. Hè? Die balanstrainingen. Te maken. Hier Pauwels, schijnbaar rust ingebouwd. Hier Lars van der Haar. We hopen dat deze man zo snel mogelijk doorstoot naar de top. Dat wil zeggen, alles een keer op een podium eindigen. Hij doet hier mee en doet straks ook nog in Lille mee en ook nog in Oostmalle. Dan zitten we al aan het eind van het seizoen. Dus hij rijdt niet de hele trofee. Ik denk dat dat ook maar goed is, dat het verstandig is. Hij is nog altijd bitter jong. Dat is zeer verstandig. Hè. Dus wie dat er allemaal achter zit, weet ik niet. Dus maar ja, Groenendaal zal toch wel inspraak hebben. En dat is ook het beste wat hem kan overkomen. Dus zou hij iedere keer tegen een Albert gaan rijden of tegen een Nijs of tegen een Pauwels het hele jaar door, ja, dat is dat. Dat wordt het eentje voor de lappenmand, want dat kan niemand bolwerken. Over een goede 2, 23 seconden gaan we van start met de B-Post Bank Trofee. Het eerste deel spreek je op zijn Engels uit. Bank en trofee mag in het Nederlands. De opponenten uit Tremelo Baal. Van Tournout, die een rol moet spelen. Volgens Mario de Klerk in dienst van Pauwels. Oei, oei, oei. Klaas van Tournout. En dan had hij dat door. En daardoor moet hij, als het ware, een beetje vertraagd starten. Meusen is goed weg. Zag ook wel eens goed vertrekken. Van Tournout toch ook nog mee op de voorposten. En dan moet je meteen knallen naar boven toe. Wie mist zijn start, is ook altijd belangrijk. Ik zie bijvoorbeeld Nijs niet op de voorposten. Ik zie de wereldkampioen zowat in het centrum meedraaien. Nijs zit daar vlak aan het wiel van de wereldkampioen. Zij pakken de binnenkant van de bocht. Opletten dat je hier al niet helemaal achterop zit. Er zijn ook een paar lastige bochten op het parcours. En hier gaat er toch al eentje de kant in. Dat is Kieser. Of Kaiser wellicht uit de Verenigde Staten. En dan kom je van zover en heb je in de eerste bocht al prijs. Wat een naad. Van Tournout als eerste het veld ingedoken. Van Tournout. Dan heeft hij veel geluk, Van Tournout, dat het hier vandaag over veldrijden gaat. En zeker geen atletiek, want dan kon hij inpakken.
Welles is ook goed gestart, ook Rob Peters is goed gestart. Rob Peters die daar naar de kop gaat, die is een van die moeilijke bochten waar we Bosmans zagen vallen. Hè? Ja, wel, Witse dus vrij hard ten val gekomen. Dus van boven beginnen schuiven en daar beneden tegen de rode hekken terechtgekomen. Hij is wel zeer behoedzaam van start gegaan, ongeveer in het midden van het pak, Renaat. Peters heeft de kop genomen met de versnelling. Dan van Tornhout, dan van Amerongen en dan de rest. En dan kijken waar Nijs zit. Ja, die zit behoorlijk ver. Hier komt hier pas halfweg het veld. En dat is in, even schatten, 16e positie. Albert lag 12e. Albert is al wat weggeschoven van Nijs. Hier Peters, dan Klaas van Tornhout, dan van Amerongen. Die ook al een paar goede noteringen geplaatst heeft. En hier Nijs nu buitenom, moet dus aan een inhaaljacht beginnen. Dat is niet meteen gunstig. Want je hebt straks over een goede ronde die tussensprint al. Ja, daar zal hij nauwelijks nog voor in aanmerking kunnen komen. Of het moest hier helemaal stilvallen. Maar dat gebeurt niet meer, dus stilvallen zomaar in de cross. Sven van Tornhout rijdt een eind voor Nijs uit. Onderschat ook deze stukken niet. Dat is ferm hellend. We zien van Tornhout binnendoor glippen. En Albert die nu al bezig is naar voren te schuiven. Ja, hij doet het op gevaarlijke plaatsen, maar kan ook niet anders. Wilt hij dus in aanmerking komen om toch nog een paar seconden mee te grabbelen van die sprint die dat er straks aankomt. Nu is je startmissen niet helemaal een ramp. Als je over power, over macht beschikt, over vorm, dan kun je toch wel een heel eind opschuiven en zelfs de wedstrijd winnen. Zeker op een lastig parcours als dit. Net iets meer slippery dan vorig seizoen. Ja, nochtans heeft de regen weinig invloed gehad. Dus het heeft dan wel goed geregend, dus, maar er is nauwelijks wat van te merken. Maar schuiven doet het in ieder geval, dus, en dat zal ook nog wel aan bod komen. Hier is straks die tussensprint. Goed onthouden, dames en heren. Goed onthouden in de tweede ronde. Renaat. Ja, nu gaan we naar een bocht waar ze bij de jeugd vaak gevallen zijn onderuitgeschoven. Er is een spoor en Van Tornhout heeft dat met het achterwiel niet. En zo gaat hij dan rechtdoor en over de kop en vlak naast ons in het publiek. Hij pakt zijn fiets opnieuw en dan gaat hij weer op dat parcours. En daarachter moet dan in de remmen gegaan worden. Natuurlijk het hele veld een beetje door elkaar. Renners die op fiets verliezen, renners die onderuit krijgen. De ene na de andere nu. Een inferno op de flanken van de Hotonberg. Hier nog Simonek die onderuit gaat. Enorme chaos in die bocht hier. Ja, dat mag je wel zeggen. En we zagen ook Nijs zeer behoedzaam. Hier doet Klaas een Van Tornhoutje. Dat heeft hij wel eens vaker gedaan. Het overkomt hem iedere keer weer. En de anderen die blijven daar toch met enige behendigheid allemaal de voet los uit het klikpedaal. En zo overeind. Bijpikkelen, bijsturen. Geweldig mooie bocht daar. Dus straks zal dat allemaal iets vlotter verlopen. Dus er zijn twee sporen. En als je die niet gaat gebruiken, zoals daarnet. Dus iedereen wil zo vlug mogelijk naar beneden. Ja, dan kun je die ellende allemaal wel op je nek halen. Welles, Peters van Amerongen. Powers, die zich goed handhaaft voorin. Hadden we niet anders verwacht. Sven van Tornhout, dan wereldkampioen Albert al. Ik heb de indruk dat hij klaar zit straks voor de grote jump. En waar is Nijs? Van Nijs geen spoor. Daar zit hij verscholen, daar komt hij naar boven, Renaat. Ik heb even geteld, hij kwam hoofdschuddend overigens door de Van Tornhout-bocht. En dan Nijs pas in 20e stelling. Maar goed, het gaat om de tijd nu. De tijd. We zien Albert voorbij Van Tornhout schuiven. Bij Sven van Tornhout. En daar vallen al gaatjes. We zien hier onder meer Thijs Al. En Nijs geeft de indruk zich niet met de dingen bezig te houden. Nee, maar kan nu geen kant meer op. En hij zit dus een kwestie van enkel aan het eind van het hele verhaal nog zo weinig mogelijk seconden prijs te geven. Dus maar die tussensprint, dat kan hij dus helemaal vergeten. Dus houd daar geen rekening mee met Nijs deze keer. Wel eens daarentegen kloek en goed gestart. Ook dit is een lastige strook. Dit betonbaantje loopt fel op. En dat is lang. En Pauwels doet het uitstekend. Hè? Meeglippen in het wiel. Nog niet te veel energie verspillen zo vroeg in de wedstrijd. Een verstandige aanpak in elk geval. Renaat. Ja, bij een van onze legendarische wereldkampioenen, Roland Liboton. Je staat hier in de bocht waar Van Tornhout daarnet rechtdoor ging. Ben je een beetje ramptoerist? Ja, blijkbaar kan hij niet goed inschatten die afdaling. Maar hij heeft toch een paar ronden toch al verkend. Dus hij moet toch weten dat hem in die voor
een beetje moet corrigeren en zo. En blijkbaar, ja, misschien ook een beetje door de zenuwen, dat hij toch de bocht een beetje ver pakt. En dan natuurlijk, dan ben je weg, dan kun je niet meer corrigeren, dus dan vlieg je eruit. Maar je vindt het wel kunnen, hè? Het moet kunnen natuurlijk, dat is cyclocross. Zo leren ze crossen, dus ze hebben verschillende keren de ronde verkend, dus het moet hen lukken. Dankjewel, Roland Liebertop. We gaan stilaan naar het einde van de eerste ronde. We zagen Lars van der Haar meeschuiven in het wiel van Sven Heijs. Dit is Sven van Turnhout. Tot nu toe nog niet echt veel laten zien. Eindigt naar mijn mening te ver in de crossen. Die tot dusver betwist zijn tenminste. Hier Bart wel eens met Van Amerongen. Daar dan Pauwels verscholen. Einde van de eerste ronde. Rondetijd 6.44. Dat biedt de indruk. Dan hier Albert voor Meuse. Daar is Klaas van Turnhout. En er zijn al 12 seconden voorbij. U mag de rondetijd corrigeren naar 6.20. De aanloopstrook had ik meegeteld. En dan zien we Nijs nu naar voren schuiven. Maar dat is dan toch al op 20 seconden, 21 seconden met Lars van der Haar aan het wiel. En ook Patrick van Leeuwen. Ja, Van der Haar zit daar heel goed. Want Nijs zal schuiven. Nijs moet schuiven. Smalle Thijs van Amerongen. Al goed voor een paar top 10 plaatsen. Dat is ook op zijn waarde, laten we het zo zeggen. Ook nog een mooie bocht hier. Knap gedaan van Pauwels. Wat doe je daar nu best? Diepgang zoeken meteen of zal Pauwels hier boven blijven? Ja, Pauwels zal... Albert opkomst. Pauwels heeft een klein beetje nadeel met daar boven te blijven, maar krijgt dan een gigantisch voordeel met de duik naar beneden te nemen. Hij kan dus nog 6 meter extra zich lanceren. Nijs even gebruik gemaakt van die dikke paal. Die omzwacht op de paal. Hier dan de diagonaal nemen. Iemand stak daar beneden tegen het nadar. Of tegen de bordjes. Van Amerongen kloek. Wel eens blijkbaar niet in staat om dat tempo te houden. Of had hij een klein oponthoud. Dat kan ook. We zien Pauwels goed meeschuiven. Pauwels is een goede doen. Dat zie je meteen. Ja, en Albert, ik verwacht hem binnen de halve ronde vooraan. Pauwels de grote kandidaat om die tussensprint voor zijn rekening te nemen. 15 seconden dus, hè? Ja. Tellen zoals in een rittenkoers. Niet te geloven. Met 8 etappes. Pauwels van Amerongen, wel eens Albert, alsof hij zit te freewheelen. Dan de Meuse in een Telenet-gezelschap, Telenet Fidea. Albert komt dicht op het wiel van Welles nu. Ook Meuse probeert bij te pikkelen. En dan straks benieuwd naar het tijdsverschil, de achterstand die Nijs opgelopen heeft. Het portaal. Daar moet u zich op richten. Daar staat op B-Post Bank. En dat is niet zo ver meer weg. En Pauwels wil er naartoe. Zo vlug mogelijk. Pauwels vindt hier echt omstandigheden op zijn mate. Dat op en af, dat golvende karakter van dit terrein, dat ligt een perfecte naad. Ja, het ziet er zeer goed uit voor Pauwels. Hij gaat hier de eerste 15 seconden uit de geschiedenis van het tijdsklassement opwekken. Zonder probleem. Nog even bergop spurten. De matten zijn hier weggehaald. Hier. En zo zijn ze binnen. 10 seconden voor Van Amerongen. En dan 5 seconden voor Albert. Albert die hier langskomt met een achterstand van 5 seconden. Wel eens vierde. Meuse dan. Ja, Meuse die glipt daar net voorbij. Maar dat is zonder seconden natuurlijk. Dan ook nog in dat groepje. Arnouds onder meer. En Peters. En dan nog één mannetje van Rabobank daar ook bij. Dat was Niels Wubbe. Als je het mij vraagt, gaan we naar een duel Pauwels-Albert. Het is misschien vroeg om dat nu al durven uit te spreken, maar dat voel je gewoon. Ik zie Van Amerongen niet echt in staat om daar heel lang vooraan te blijven. Hier Nijs. Dat dukt nog altijd op zo'n goede 20 seconden. Of heb jij dat gechronometreerd, Renaat? Ja, dat heeft Mark Vijverman gedaan. 24 seconden en de 14e stek. Dus al een paar plaatsen goed gemaakt. Nog eentje door een uitschuiver van de Paul Gilles, die daar in de Van Turnhout-bocht onderuit ging. Maar wat het terrein in seconden prijsgegeven. Hier komt Albert nu aansluiten bij Van Amerongen. Maar ook Meuwsen is erin geslaagd de wip te plaatsen. Dat wil zeggen dat Pauwels dus helemaal niet meer voluit gaat. Dat het de belangrijkste opdracht is binnengehaald. En ook Nijs is er werk van aan het maken om dichterbij te schuiven. Daar komt hij. Ja. Er is overigens ook een plafondregel. Hè. Je kan maximaal 5 minuten aangesmeerd krijgen. Hè. Ja. Eindig je op 7 minuten en dan wordt dat automatisch teruggebracht op 5 minuten. Mis je een cross door ziekte, ja, dan wordt dat ook 5 minuten. Klopt. Om door zo'n gemis niet heel dat klassement te moeten vergeten. Alhoewel, 5 minuten, waar maak je dat in godsnaam nog goed?
Dat zal zeer moeilijk worden. Als u dat overkomt, dan zit je echt wel in de penarie. Hier zien we Bart Arnouts. Hij komt terug. Heeft dus Klaas van Tornhout opgerold, die dat toch wel een klein beetje geluk gehad heeft dat daar een veiligheidszone voorzien was in die gevaarlijke afdaling. En daar is ze dus terechtgekomen, helemaal in zijn eentje, geen publiek, dus heeft toch wel in zijn voordeel gespeeld. We gaan weer naar Renat. Ja, hij is round-up. Ze rijden door de materiaalzone. Nog altijd ons koptrio bijeen met Albert die daar nu de forcing voert. Pauwels in het wiel. Van Amerongen hangt er nog altijd aan. Maar die focust zich al op dat achterwiel. Dan hier, achtervolgens, een trio met Meeuwse vierde, Arnouts vijfde en Welles in zesde positie. Dan nog een groepje, een vrij omvangrijk groepje. Eens kijken, dat is op een seconde op 13 onder aanvoering van Nijs van Tornhout. Wubbe zit daar ook bij. Uit Saander, de Zwitser. En dan hebben we er ook nog Rob Peters. En dan hier op zijn eentje Lars van der Haar, dat is op 20 seconden. We gaan nog eens kijken naar dat beeld, de passage aan de post. Wat zegt Nijs hier? Paul, kun jij lip lezen? Dat is moeilijk te voorspellen, dus maar hij is in ieder geval niet echt tevreden over iets. Dus dat gaat binnen de kortste keren wel uitkomen wat hij juist bedoelde. Hij was aan het roepen, in ieder geval naar zijn mechanicien. Ik had de indruk zoiets van het loopt van geen kanten. Albert die de forcing voert nu. Er moeten in totaal 8 ronden afgelegd worden, dames en heren. Dus nog 6 ronden van het einde. Hier raakt Albert niet als de beste boven, maar het is ook heel, heel moeilijk. Hè. Ze hebben die passage dus heel de dag al gespaard. Want onlangs, over een half uurtje, hebben ze daar platen weggedaan. Dus iedereen kon daar vlot naar boven rijden. Maar voor de heren profs wouden ze het dan toch nog een klein beetje moeilijker maken. En dat mag ook. Hè. Dus moeder natuur moet hier echt zijn gangen laten gaan. Nee, ze heeft het verschil wel bijna gehalveerd, hoor. Ja, maar hij rijdt dus als een duivel naar beneden. Hè. Dus voor niks heeft hij bang. En Albert weet dat natuurlijk. Je ziet hier op die hoge punten, je zag hem ook al af en toe het veld overschouwen, waar hij zit natuurlijk. Nijs komt zo goed als aansluiten bij de tweede waaier. Bij de groep met Welles, ja. En ook Meeuwse. En dat beseft hij. Nu gas geven. Nu de wedstrijd in handen nemen. Niet meer laten gebeuren wat in al die vorige wedstrijden gebeurd is. Nijs laten terugkomen of Nijs mee laten sprinten. Want dan heeft hij het natuurlijk zitten. Al is het hier wel een aparte sprint. Hè? Bergop hier, de Hotond. En er is een tempoversnelling geweest. Van Amerongen moest de rol loslaten vooraan binnen de kortste keren. Want Tornhout doet dat goed. Die blijft daar aan het wiel van Nijs plakken. Als het ware als een zandzak hangt die op de rug van Nijs. Renaat. Ja, liplezen kan ook ik niet. Maar de tongen van de mechaniciens doen wonderen. Waarover ging het? Nijs riep gewoon naar zijn jongens in de materiaalzone. Geen Griffo's band. Ze hebben een andere fiets met dat type banden erop. Dus hij wil gewoon verder rijden met de soort banden waarop hij nu rijdt. Dat is zeer nuttige informatie, Paul. Ja. Overduidelijk. Dus hij is met Rino's aan het rijden. En hij wil, als hij dus ook van fiets zou wisselen, dat daar ook nog eens een keer diezelfde tubes terug voorhanden zijn. Dus zwaarste profiel, Rino. Nu is het de voorbije dagen toch flink aan het regenen gegaan. Ik kan er eigenlijk niet goed aan uit. Hoe het komt dat die grond hier niet verzadigd is. Ja, komt er ook nog bij dat ze dus continu in een kuil, in een put, waar dat ze vroeger motocross gereden hebben en zo. En toch is het nog bekwaam. Eén voordeel heeft dat. Dus hier kun je in de toekomst ook nog hoger mikken. Want dit is nu wel echt een voorbeeld van een parcours. Kei-chic voorhanden. Als dat dan ook nog niet verzuipt na zo'n een plensbui van een paar dagen, dan zijn hier mogelijkheden om nog hoger te mikken. Hier de mannen van AA drinkt met Bart Arnouts. Die komt aansluiten bij Thijs van Amerongen. Meeuwse kijkt naar die grimas op het aangezicht. We zien Nijs nu voorbij Welles schuiven. Het aangezicht van Nijs, net als dat van Klaas van Tornhout, overigens gaaf. Daar is blijkbaar niks mis mee. Nog eens een top in het veld nemen. En dan zien we dat die voorsprong van de twee leiders al maar aan het groeien is. Dat is toch al richting 15 seconden voor het AA drinkduo. Arnouts van Amerongen, achterstand op de twee leiders, Pauwels en Albert, die nu de materiaalzone verlaten. We zagen Pauwels zijn bril weggooien. Welles, die overigens goed het wiel van Nijs houdt. En dit lijkt wel het passieverhaal, hè? Van Tornhout valt voor de tweede keer. Ja, ze moeten dringend zijn voorremmer afwijzen, denk ik. Want daar is hij dus blijkbaar aangekomen, want anders kun je dat dus niet voor elkaar krijgen. Er is geen mol dat daar gevroed heeft. Er is geen koeienvlaaike te bespeuren. En van bruin zeep heb ik ook geen wit. En toch op een rechtstuk krijgt hij dat klaar om onderuit te schuiven.
in deze fase doet wel eens dat prima. En hij is nu onderweg naar de mannen van Adrink. Op basis van zijn kwaliteiten moet hij die binnen de kortste keren oprollen. 24 seconden is de achterstand voor Nijs. Hij krijgt er dus met andere woorden geen sikkepit van af. Nee, en nu komt ook het moeilijkste. Die twee kleppers dat weg zijn, zijn niet toevallig de beste van de koers. Als je daar nog iets wilt van terug gaan nemen, dan moet je wel heel diep worden gaan. Die eerste ronde die was desastreus. Daar heb je niet meer van terug. Dan komt het erop aan om niet hypernerveus te worden. Echt natuurlijk cool genoeg. Op zijn 36e, hoewel hij toch weer een inspanning doet om gelijke tred te houden met deze twee. En Arnouds meestal goed vroeg op het seizoen. Jawel, jawel. Vorig jaar was hij nog iets sterker, maar hij doet het meer dan behoorlijk. Qua punten heeft Nijs nu alles rechtgezet, maar qua tijd, en daar draait het tenslotte nu om, is er nog altijd wel een drama aan te gaan. Vooral ook rekenen op zijn gezond verstand. Goed indelen om geen uppercut te krijgen. Hè? Want stel je voor dat je hier op anderhalve minuut eindigt. Ja, dan heb je een dik probleem voor de rest. Hier de twee koplopers op vijf ronden van het einde. Albert en Pauwels. Voorlopig geen ander volk in zicht. Rondetijd 6.21, de snelste dat was. Even kijken, 6.17, dat was de derde ronde. Daar waar Albert overnam. Hier Nijs op 19 seconden. Ja. Dan kletst hij er een stuk of vier af. Omdat ze vooraan niet echt voluit gingen. En hier Klaas van Torna. Dus mocht u nu pas inschakelen, tot twee keer toegevallen. Zelfs op rechte stukken. Het heeft wat van die ouderwetse Zwitserse parcoursen. Hè? Daar moest je ook iedere keer wringen tegen zo'n helling. En proberen overeind te blijven. Ik denk aan die ene strook in Wetsikon bijvoorbeeld, die dwarsstrook, waar dan ook nog sneeuw lag. Ja, daar gingen er 30 tegen de grond. Dat is helemaal waar. Dus dit is het mooiste dat u kan overkomen. Als je ervan houdt tenminste. Hè? Want dit is wel het... Zelfs Nijs moet hier heel veel moeite doen om het te voet op de been te blijven. Renat. Ja, ik sta bij Gregory Lambert en die heeft de fietsenwinkel in Gerardsbergen. En hij is vandaag de man die debuteert als mechanicien materiaalman van de Nieuw-Zeelander Revel. Vertel eens, hoe is dat gebeurd? Ja, hij had fietsproblemen. Hij kwam bij ons langs en ik helpte hem. Ik heb vroeger ook gecrossed en ik zeg ik ben nu gestopt en ik doe in de winter soms zus en zo wel eens een cross voor iemand. En hij heeft me nog eens terug gecontacteerd omdat we kort bij elkaar nu wonen in Oudenaarde, waar hij logeert. En we zijn zo in samenwerking begonnen voor 1 of 2, 3 crossen nu en we zien wel hoe het verder verloopt. Je gaat hem het hele seizoen assisteren? Dat weet ik nog niet. Dat zal te zien zijn wie er nog van zijn nieuwe ploeg bij komt en zo. Want ik wil ook niet in die mensen hun weg staan. Als hij hun willen steunen, dan moet zijn ploeg dat dan maar doen. En dan hoef ik er niet meer bij te zijn. Klopt het verhaal dat hij nog geen geld heeft om naar de volgende wereldkampioenschappen af te reizen? Ik denk dat wel, ja. Hij doet het nu met een klein beetje startgeld dat hij krijgt. En voor de rest heeft hij niets van inkomsten, denk ik. Dus het is niet makkelijk voor hem. Dus Gregory Lambert, de nieuwe mechanicien, de eerste mechanicien van de Nieuw-Zeelander. In de koers ondertussen, Nijs door de materiaalzone op 21 seconden afgeklokt. Dat wat het kleine nieuws betreft. De mannen vooraan, hier Albert en Pauwels. Ja, eigenlijk moet Pauwels maar één ding doen, dat is aan het wiel blijven. Hè? Hopen dat hem dat lukt. Dat is de kunst. En dat weet hij nog niet van dit jaar, dit crossseizoen. Maar wel van vorig jaar. Die mannen worden ook voortdurend ingelicht op deze locatie die al bij al vrij compact is door de publieke adres, door de omroeper met diensten. Die geeft voortdurend de tijdsverschillen door en dat horen ze. En dan zie je Albert iedere keer weer reageren. Oh, komen ze wat dichter? Gas open. Gas open. Hier, dit is het gevaarlijkste punt. Maar het is gered. In ieder geval, vanmorgen was dat nog... Zeer glibberig, met heel veel valpartijen. Maar je ziet dat de renners dus effectief voor die geul kiezen. Is er eigenlijk weinig gevaar. Daarstraks hebben ze dat nagelaten. Dus gingen ze links en rechts rijden. Fatale gevolgen. Het is heerlijk om Bart wel eens te zien vechten. En alles wat hem vorig jaar overkomen is. Op die lastige stroken. Om iedere keer weer over dat dode punt te geraken. Hè, waar je haast helemaal stilstaat en tegen het kantelen afgaat. Hè. 22 seconden is de achterstand. Status quo. Status quo.
Arnalds blijft dat uitstekend doen. Maar ziet nu wel af. Dat zie je gewoon. Dat is fataal. Bartje ontploft. Terwijl je de indruk krijgt dat Nijs hier nog een extra impuls plaatst. Kijk, zijn voeten. Hij laat ze gewoon instaan. Niet te schatten, hè? Hij zou ook dus motocross kunnen. Niet aan twijfelen. Dat was technisch een kabinetstukje, hè? Daar in die pedalen blijven. Ja, hij doet dat dus verschillende ronden is hij daarmee bezig. En dat heeft nog niemand hem voorgedaan. Albert zet Pauwels weer onder druk. Pauwels met de kleine trippelpasjes. Albert heeft een meter of 7-8. Nou, 5-6. Hier het tempo eruit bij Nijs. Ja. Daardoor kan, heb ik de indruk, Arnouds weer wat dichterbij komen. Er zit een hele heuvel achter nu, dus zij zijn al terug bovenop de volgende. Is dit het breekpunt voor Pauwels? Is dit het punt waarop Albert zegt, adieu jongen, ik neem je niet meer mee? Hier zou het kunnen, hier zijn perspectieven. Want je weet hoe dat gaat met Albert, hè? Die vertraagt het namelijk wel dat iemand op een meter of 4-5 blijft hangen. Maar die gaat niet plooien hoor, die gaat dan nog eens extra doorzetten. Hè? De tijdrijder in hem. Vraag is, heeft hij het in de gaten? Hij komt nu wel in de post en daar wordt, zie je wel? Hij daar weet het wordt er veel gebrabbeld. Hij weet het nu, maar zet hij door. Meter of 15. Dat gaat hier nu blijken. Hier is zijn stuk, hè? Dat gaat hier nu blijken, want dit is een Albert-stuk. Ja, maar dat kereltje daarachter, dat kan dat ook perfect. Heeft ook een doel om naartoe te rijden. Vraag is, lost dat die top? Dus als je echt tegen de limiet zit, dan zou je echt wel gek zijn. Wil je daar nu naartoe gaan rijden? Kijk, dit is zo typisch voor Albert. Je krijgt de indruk dat Pauwels daar weer naartoe rijdt. Maar hij wil dat dan niet toelaten. Zo is hij ook wereldkampioen geworden voor het eerst in hoge rijden. Toen Stibar achter hem aan ging. En toen die haast op een seconde of twee kwam. En toch het vertikken om te plooien. Nee man, je blijft van me af. Renaat. Ja, laatste top in de materiaalzone. 32 seconden de achterstand voor Sven Nijs. Dus ja, dat blijft zeer, zeer veel. En dan het laatste nieuws over het aantal toeschouwers hier op de Hotontberg. Luc van den Abelen, de inrichter, heeft dat zo net verteld tegen mij. 10.000 mensen. Dat is meer dan behoorlijk. Het crossen nog altijd populair. Je kan ervan op aan dat straks op 1 november op de Koppenberg nog een pak meer volk zal verschijnen. Als het weer dat tenminste toelaat. Maar goed, daar is in het verleden al bewezen dat de echte diehards naar het weer niet kijken. Dan ga je vaak naar de 15.000. En muister van onder, Albert. Het was een kritiek moment, dat zag je. En is vertrokken. Zo kennen we hem. Onder de oksellonken, zoals Merckx dat in de tijd deed. Dat zijn 38,5 seconden of 38,5 minuten aan het crossen. En hij komt hierdoor op 6,5 seconden. Pauwels. Ja, en hier houdt hem de beentjes een klein beetje stil, Kevin Pauwels. Dat wordt afgestraft. Dus dat zal je binnen de kortste keren merken dat het van 5 seconden naar iets hoger gaat gaan. Het is nog voorbarig om conclusies te trekken, maar je zou kunnen zeggen dat hij, als hij dit helemaal rondmaakt tot het einde, dat hij een gouden zaak doet. Omdat nogal wat parcoursen in deze B-Post banktrofee hem op het lijf gesneden zijn. Hè? Ik heb het niet alleen over dit klauterparcours, ik heb het ook over andere parcours. Nijs komt hier door op 3/4 minuut nu al. De minuut is in zicht. Ja, dat gaat er een hele dikke minuut van worden. Daar moet je niet aan twijfelen. Dus, ze zijn niet meer samen, dus Ieters gaat zijn koers vooraan rijden. Dus dat gaat dus twee keren afgerekend worden. Bart wel eens voorbijgekomen op 58 seconden. Heeft Albert zich wat overschat? Amai. Hè? Want inderdaad, we zagen daar onder de portiek. Het is 8 seconden. Echt wel deze ronde dat we nu aan het rijden zijn, is de allerbelangrijkste. Nog belangrijker dan die allerlaatste. Dus maar nu wordt er beslist. Geven ze Pauwels nog moed om terug te komen of is het definitief voorbij? Dus maar het, zoals het er nu naar uitziet, geeft Pauwels nog altijd wel een klein beetje de indruk om nog eens een keer terug te komen. Nijs probeert andermaal Bart Arnouds af te schudden. Hij komt op 54 seconden, dat is dus een seconde of 6 dichter. Hij komt nu in zijn bocht. Waar hij nog verder kan uitdiepen. Kijk hoe hij helemaal naar achter gaat hangen om de controle te behouden. Toch even los. Ivoor is daar ook al ferm dieper geworden. En hier Pauwels die druk blijft zetten. Zo is het goed. Zo zien we het graag. Ja, het is zeer, zeer spannend.
dan moet je die trofee nu al niet verkopen. Ja, als het... 9 seconden. Als die looppassages er niet hadden bij geweest voor Pauwels, dan had het echt tot op de aankomststreep geweest. Daar heeft hij een broertje aan dood, hè. Ja. De tong ook buiten voor Albert. Afzien, hè. Afzien. Maar hier breekt het nu wel voor Pauwels. Kijk. Dat is een klein beetje gas terugnemen. Maar dat zagen of dat dachten we een ronde terug ook al. Ja, maar nu zal het definitief zijn. Dus van die 8 zal geen sprake meer zijn. Het zal terug 10 zijn. Dat is belangrijk, hè. Anders, als je iemand in de voorlaatste ronde nog eens een keer terug laat komen, van 10, 11 seconden naar 8, natuurlijk krijg je vleugels. We hebben de gewoonte gezien zijn look om Pauwels nog altijd als een jongetje te beschouwen, maar ze zijn wel al 28, hè. Dan mag je eigenlijk zeggen, volle rijpheid. Daar moet hij nog een goede 2 à 3 jaar over doen. Niels Albert, en toch al 2 keer wereldkampioen. Renaat. Ja, nog eens geklokt. 9 seconden zijn het momenteel. En het leuke aan die tijdsregel is dat we inderdaad veel gaan moeten rekenen. Als Pauwels op 4 seconden eindigt, dan is hij de leider. Ondanks het feit dat Albert hier vandaag wint. Wat Nijs betreft, terwijl we hier Albert zien komen, we gaan eerst eens naar dat verschil kijken. Is dat verder uitgediept? Jawel. Ik zie Pauwels nog altijd niet uit de bocht komen. We tellen de seconden af. Dat zijn er nu 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,5. Het kan nog altijd. Dat is hoopgevend voor de man aan de leiding. Want ze zullen het echt wel zien. Hè? Dus op bepaalde momenten kijkt een renner naar een punt waar dat die renner daar achter hem de ronde daarvoor was. En is hij daar niet exact, dat wil zeggen dat hij dus gaat geloven in zijn kansen. Benieuwd ook naar de snelheid die Nijs kan blijven ontwikkelen in die slotronden. Hè? Hier moet hij dus wel recht blijven, Albert. Nijs komt hier nu door. Daarnet zat hij op een minuut. Hij doet er wat van af. 8 seconden ervan af. Ondanks het feit dat ze vooraan niet stil liggen. Maar heeft dus bij die tussensprint niks veroverd. Hier Arnouts. Mogelijk op weg zonder instorting naar plaats 4. Zolang ze elkaar nog tegenkomen zien in elke rechte lijn, kan het nog kantelen. Iedere fout is nu fataal. Vervelende situatie. Is nooit niet met zekerheid die 10, 11 seconden. Dan mag er niks fout gaan. Pauwels gaat daarentegen kunnen rijden alsof er niks aan de hand is. Hij heeft maar 1 doel, dat is naar Albert. En Albert die moet recht blijven. Hier zien we Van Amerongen met Klaas van Tornhout. En Bart Welles, dat is al op 1,42. Ja. Ronsen en dan de Koppenberg, dan bouw je mega verschillen uit. Hè? In functie van de eindnoteringen na 8 manches. Over de streep gekomen? Nee, nooit. 11 seconden. Alhoewel, dat is dan weer wat minder. Want hier op die sprintjes bergop komt hij weer wat terug. Dit is dan de allergevaarlijkste bocht nog en hij pakt hem brutaal. Het is dus eigenlijk simpel. Op de lange rechte stukken loopt Albert uit. Op iedere helling komt hij met zijn lichter gewicht en met zijn kracht in die felle benen van hem weer wat dichter. Ja, komen nu nog wel. Hij zit zelfs in die allerlaatste moeilijke bocht. Maar hij komt in ieder geval dichter. Pauwels komen natuurlijk nog een looppassage aan. En dat is dan weer een klein beetje in het voordeel van de wereldkampioen. Die dat daarnet bij het aanzetten op de benedenstrook deed, zoals Erik de Vlaming vroeger. Handen op de dij om wat extra kracht te zetten. Maar Pauwels doet dat ook goed. Ja, duik naar beneden en dan nog eens een keer berg oplopen. En dan lang rechtdoor richting materiaalborst. Heeft hij in elk geval niet op een presenteerblaadje gekregen. Hè? Hij moet knokken tot het bittere einde. Hè? Daar komt Pauwels weer breed uit die bocht. Brrr, dat is met het gas helemaal open. Van Remmen is er zelfs geen sprake meer bij Pauwels. Daar komt hij boven Renat. 5, 6, 7 seconden de achterstand op dit moment. Dat moet hij kunnen klaren. Dat moet Niels Albert uit de Tremelo moet hij kunnen klaren. Als hij wakker gehouden wordt en dat hij dus het meekrijgt dat hij Pauwels dus op 7 seconden zit. Want in godsnaam, wat is 7 seconden? Maar daar heeft hij wel ferm moeten voor schuldenbollen, hè? Hier Nijs. Zou die onder de grens van de 50 seconden duiken?
Kleine jump, materiaalpost door. Denk ook aan de Koppenberg, zoals ik al zei, maar denk ook aan Baal, waar hij meestal regeert. En met een minuut of zelfs meerdere minuten goochelt. Albert verloor bijvoorbeeld de laatste keer in Baal 2 minuten. En amai, Schuddebolt, amai, hij is er niet gerust in. Hij vloekt dat het klettert in ieder geval. Is daar een bocht doorgekomen. En ja, bijna ten val gekomen zelfs. Dus een voet uit het pedaal. Pauwels op 6 seconden. Oh, oh. Leuke eindstrijd. Wie twijfelt er nog aan dat Pauwels veel beter voor de dag komt dan de voorbije crossen? Kereltje voor Tabor. Je zag hem ook al taai bijten in Ruddervoorde. En wat moet die Albert diep gaan, hè? Amai, 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 amai. En wat kon Pauwels daar weer akelig opzetten? Wel een klein beetje vertekend beeld met de camera. En dat aangezicht staat nog gaaf. Maar dat heeft hij altijd wel. Gaat zich afvragen waar heb ik dat in godsnaam verspeeld, die enkele seconden. Die impulsen, zo wat half cross van Albert. Je dacht van, als ik dat ga volgen, dan blaas ik mezelf op. Nog 4 seconden en Albert komt op, krijgt vaste grond. Winst voor Albert, dat lijkt nu wel zeker. Maar wordt hij ook leider? Wordt hij ook leider? Want het wordt sprinten nu tot het bittere einde, hè? Dat is voorlopig bijzaak, dus, maar het is wel belangrijk, want het is een leuk weetje. En ook Albert, maar dan meer in de stijl van de tijdredder. Wel naar winst in deze eerste manche van de B-Post Bank Trofee. Hij wint de grote prijs Mario de Klerk. En nu de seconden tellen. De seconden tellen. Het zijn er 4,5. 4,5. Dan geef ik, nou, licht voordeel aan Albert. Of Pauwels, nog net leider. Ja, want met 100ste wordt er niet gewerkt. Ik wil het eerst afwachten. Ik wil de officiële chronometrage. Die van André staat in ieder geval op 4,68. Daar komt Nijs. Nijs daar net eens op 50 seconden. Hier nu het uitdraaien van de bocht. Heeft hij de schade nog wat weten te beperken. Geeft niet de indruk nog helemaal formeel te willen doorzetten. Nee. Daar zijn die 50 seconden. Het gaat naar de minuut. En dat is veel natuurlijk, hè? In een tijdklassement. Heel veel. Laat het lopen. Doet het professioneel. Laat het lopen. Hier had hij meer kunnen uithalen. In tijd gezien, hè? Komt hier nu handen bovenop het stuur op 1,9 binnen. Ja. Tel daar nog eens 20 seconden bij. Van de bonificaties. Hier is Bart Arnouts. Mooie vierde plaats voor Bart Arnouts. De top 3 die was voorspelbaar. Alleen het tijdsverschil was niet zo groot ingeschat. Tussen de top 2 en Nijs dus. Goeie wedstrijd ook van Amerongen. Al heeft hij Klaas van Toorn nog moeten laten gaan. Tot 2 keer toegevallen. Ik mag hopen dat hij voor de rest terecht gebleven is. En die komt hier op een 5e plek. Dus het wordt bevestigd hier. Maar het is voorlopig nog altijd officieus. Pauwels zal de leider worden. Met 1 seconde. Met 1 seconde. Van Amerongen. En hier komt Welles. Dus een 7e plaats voor Bart Welles, als ik dat goed geteld heb. Komt Welsleben. Ah, hier is Van der Haar nog. Van der Haar komt hier nu binnen. Op 1 minuut en 28 seconden. Onmiddellijk het metertje stilzetten om straks eens even te kijken hoe het met de waarden zat. Dan komt daar Welsleben en dan Rob Peters. En dan moet de top 10 zo stilaan vol zitten. Peters op een 10e plek. En Meissen op een 11e plaats. En Saner die 12e wordt. Sven van Toornhout komt ginder brede uit de bocht. Dan zien we Niels Wubben op een 13e plek. Alsof dat en Lubomir Petrus 14e. Dan Sven van Toornhout hier. Alsof dat ze allemaal nog met die seconde bezig zijn. Wielsbeke groet Kevin Pauwels. Godzijdank had Pauwels nog wat in de tank.
Maar Niels Albert wint wel zijn derde van het seizoen. Hij won al in Erpenmeer, won ook in Laarne en wint hier nu de grote prijs Mario de Klerk in Ronsen. Maar hij is zeer, zeer diep moeten gaan. Absoluut, absoluut. Geen rekening houden met dat deze kerel Pauwels zo voor de dag zou komen. Op een minuut en negen officieus en op het einde liet hij dan toch wat lopen, ondanks dat nieuwe tijdsklassement. Ja, ik was wel een beetje gefrustreerd door het feit dat ik eigenlijk maar één fout gemaakt heb vandaag. En dat is toch vertrekken als het eigenlijk niet mocht. Ik had moeten blijven staan. Volgens mij mocht de koers niet van start gaan. Als je ziet wat een drama dat was. Het was nog groot en iedereen vertrok. Ik denk dat Klaas de eerste was die in gang schoot en ik bleef staan. En ik dacht van ja, wat doe ik? Ik had gewoon moeten blijven staan. Dat heb ik niet gedaan. En ik heb mijn heel eerste ronde een beetje geërgerd en gefrustreerd rondgereden. En dat kost me vandaag de aansluiting met de eerste twee, denk ik. Ik heb 3-4 ronden op 20 seconden gegaan. En het was 1-2 en ik kon de tempo alleen niet aanhouden om de kloof te dichten. Zo 17 seconden, 18 seconden. Op een gegeven moment heb ik gezegd, oké, het zal niet voor vandaag zijn. Ik probeer gewoon derde te worden en de tijd maakt eigenlijk niet zoveel uit. Met andere woorden, jij zegt er is een valse start geweest. Ga je nou dan proberen verhaal tegen te halen? Nee. Als de mensen van de UCI zeggen dat de koers moet doorgaan, goed, dan gaat ze door en dan leg ik me daarbij neer. Ik vond het wel jammer, want het kostte mij wel een hele goede startpositie. En, ja, het is nu zo, je kunt de tijd niet meer terugdraaien. En ik zal mij proberen vast te houden en proberen van in het klassement mooie overwinningen te behalen en me niet te veel met het klassement bezig te houden. Dan zien we het nog eens, als we die beelden bekijken, de valse start. Op de beelden lijkt op het eerste zicht niet zoveel aan de hand, hè? Maar jij bent overtuigd dat het een valse start was? Ja, het was zeker een valse start, het was nog groot. En ik denk dat je van vooraan niet zo heel goed kunt zien wat er gebeurde. Ik schreeuw nog naar de mensen van de UCI. Laat ons nog eens kijken, dan, je hebt het eigenlijk nog niet opnieuw gezien. Klaas vertrekt en hij wacht en dan... Hij zet eigenlijk een voet uit zijn klikpedaal, dan schiet het licht op groen en dan vertrekt iedereen. Lijkt me, op die vertraging hier. Je moet zien waar ik al zit. Ik zit op de tweede, derde rij en ik denk dat het van vooraan niet zo heel goed te merken is. Volgens mij was er een valse start, maar goed, ja, ik ga me niet te veel mee bezighouden. Het is gebeurd, ik denk dat ik daar al halfweg het peloton zit en voor mij was de koers voorbij. Ik heb een half peloton ingehaald, maar die eerste twee rijden erop. Sowieso was jouw koers om zeep. Oké, maar de trofee is nog niet verloren eigenlijk, hè? Ja, het is toch wel heel veel, hè? Een minuut verliezen op twee mannen die dat echt niet gaan laten liggen. Maar ik had ook op voorhand gezegd dat ik me niet ga bezighouden met klassementen en proberen van mooie wedstrijden te winnen. En ik heb geprobeerd om de kloof te dichten, dat is niet gelukt. En dan heb ik mijn verstand gebruikt en gewoon voor de derde plaats gereden. Dankjewel. Een tijdsverschil van 5 seconden. Dezelfde tijd, maar dan wordt Albert de nieuwe leider. Zo is daarnet bevestigd. Niels, je wint en je bent leider. Zijt in dezelfde tijd als Kevin Pauwels. Dit was een heel, heel lastige, aardslastige opdracht. Ja, het was een enorm lastig parcours vandaag. Er zit geen meter recuperatie in. En ik voelde me half koers voelde ik mij de betere. Maar op het einde van de koers kreeg ik het ook lastig. Dus ja... Doorgaan tot op de streep, als je zo'n wedstrijd gaat winnen, dat is niet evident. Hè? Dat is misschien een onnatuurlijke positie, een onnatuurlijke reflex die je moet aanleren nu? Ja, dat wel. Het is helemaal anders. Het is helemaal anders dan u op het gemaximale mee te kunnen rijden. Deze is rijden door precies een bergetappe. Je hebt die eerste klassementscross van het seizoen binnen. Dat moet heel veel deugd doen. Er was iets bij de start. Vond jij die start oké? Ja, kijk, ze doen met de lichten en de lichten beginnen te branden vanaf 5 seconden, maar blijkbaar kunnen ze die aanpassen tussen de 5 en de 10 seconden. En ik vind dat niet meer als juist. Iedereen telt af op de deur, 5, 4, 3, 2, 1 en ze vertrekken gewoon op het laatste rood licht na 5 seconden. Je telt mee af en je vertrekt gewoon. Maar nu was het een keer 7 seconden en je ziet dat er heel veel meetellen waren en dan ook effectief vertrokken. Maar ik bleef even staan, maar ze floten ons niet terug en was mijn chance dat ik dan ook mee vertrok. Ik verneem je net dat Kevin Pauwels nu toch op 4 seconden is geëindigd, waardoor jij nu in het klassement op 1 seconde staat. Ja, de misère begint al. Ja. Elke seconde telt. Ja, dat is juist. Ja, dat klopt. Het gaat stof voor discussie opleveren, nieuwe tijdsregel. Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk geeft dat stof de discussie. Hè. Volgens de camerabeelden is het waarschijnlijk 4 seconden, volgens de tijdsopname 5 seconden. Maar jullie rijden toch met transponders om? Ja, dat wel. Dus zo moeilijk kan het niet zijn. Dus we zullen het wel zien, zeker. Ja.
1 seconde met 7 wedstrijden voor de ploeg, dat is niet onoverkomelijk. Hè? Nee, dat niet, maar als ze het na de eerste cross al niet meer weten, dan zal 5 keer veranderd zijn ondertussen op 5 minuten tijd. Dan moeten ze toch eens voor een nadenken, denk ik. Dat is genoteerd. Dankjewel, proficiat met deze mooie overwinning. Niels Albert, zijn eerste klassementswedstrijd van het seizoen. En de man die dan tweede wordt na een overwinning vorig jaar is Kevin Pauwels. Je wist dat het om de seconde telde. Wist je dat je binnen de 5 seconden moest eindigen om hier leider te zijn aan vandaag? Maar ja, de reep het laatste ronde dat ik binnen de 5 seconden moest. Dus ik wist het wel. Werd dat dan het doel, eerder dan de wedstrijd te winnen? Ja, die laatste ronde heb ik gewoon alles gegeven nog voor hem zo kort mogelijk te eindigen. En dat is juist gelukt. Je bleef heel lang hangen op een seconde of 7-8. Ja, het was iets beter, vooral in de loop, om opstroken. Daar had ik het echt altijd moeilijk, maar wow, ik ben content. Okay. Dankjewel voor je uitleg aan jullie jongens. Correct, 4 seconden en geen 5. Begrijpt u dat de renner zich bij de start bekocht gevoeld? Bij de start, wanneer de lichten niet op... Ik denk, de enige die dus een beweging maakte om te starten, heeft er nadeel bij gekregen. Dus hij was vertrokken, en het gaat over Klaas van Tornhout. Maar doordat de lichten nog niet rood waren, is hij gestopt. En op dat moment werden ze groen. En zo heeft hij, door een fout te maken, er nadeel op uitgehaald, ja. Maar Nijs zie je ook het stuur loslaten en wenken van hey, dit kan niet. Het doet een beetje denken aan het verhaal van Pilsen een paar jaar geleden. Hè? Zo erg is het niet. De cameraman was weg, dus het is in feite de fout van de lichten die echt te lang op rood gebleven zijn. 7 seconden in een start van een cyclocross is een eeuwigheid.